De gast van de gast vanmiddag is een kritisch man. Hij is secretaris van de stichting Skepsis. En dat is een organisatie die onderzoek doet naar paranormale verschijnselen en met argusogen Jomanda en andere paranormale genezers in ons land gadeslaat. Welkom, Rob Nanninga. Rob, je kent Jomanda overigens niet. Jullie hebben elkaar nog nooit in levende lijf ontmoet. Nee. Waar komt jouw belangstelling voor paranormale verschijnselen vandaan? Ja, ik ben hoofdzakelijk geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar paranormale verschijnselen of buitengewone dingen. Om te kijken van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Wat steekt erachter? Wat is de beste verklaring voor bepaalde verschijnselen? Mm-hmm. Dat wetende, geloof jij in de goddelijke kracht van Jomanda? Nou, de goddelijke kracht, dat is meer een soort religieuze uitspraak die je nu doet. Hè, als je zegt goddelijk. Maar laten we zeggen buitengewone krachten of paranormale krachten. Ik denk dat dat eerst goed onderzocht zou moeten worden. Ja. Als Jomanda zegt, ik ben een genezend medium, geloof je wel in de genezende gaven? Nou, ik denk, ik vertrouw eigenlijk alleen maar op degelijk onderzoek. Dus ik kan daar misschien een voorbeeld van geven van wat voor onderzoek je zou kunnen doen. Normaal gesproken is het bijvoorbeeld zo dat Jomanda een ingestraald kaartje aan iemand geeft. Ja. En dan zegt van, nou probeer dat dus. En na een tijdje zegt zo'n persoon, nou het heeft geholpen, ik voel me beter. Mm-hmm. Waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan dat kaartje, omdat dat is ingestraald? Of ligt dat eraan, omdat zo'n persoon denkt dat het werkt en dat het daarom een beter maakt? Kan beide kanten zijn. Ja, en hoe zoek je dat nou uit? Ja, om dus goed met die personen te praten. Kijk, ieder mens heeft natuurlijk ook, als ze een klacht hebben, een andere oorzaak. En die oorzaak moet opgespoord worden. En die oorzaak die wordt meestal herkenbaar bij de persoon zelf door zo'n kaartje. Ja, en hoe wetenschappers dat nou doen, die doen het dan zo bijvoorbeeld dat ze 100 personen die, laten we zeggen, chronische pijnklachten hebben, zo'n ingestraald kaartje geven. En ook een groep van 100 personen met dezelfde klachten een kaartje geven wat niet is ingestraald. Ja. En dan is het essentieel dat de mensen dan niet weten of het kaartje al of niet is ingestraald. Ja. Hè, zodat ze beide groepen dezelfde verwachtingen hebben. Maar, en dan kijken we wat er gebeurt. En blijkt dan dat die groep die het echte ingestraalde kaartje heeft gekregen, dat die meer vooruit is gegaan dan de groep die het nepkaartje heeft gekregen. Dan is het bewezen dat dat echt door dat instralen komt. Maar heb je dat soort onderzoeken wel eens gedaan? Dat door het onderzoeken zijn wel gedaan door parapsychologen. Nog niet met Jomanda, ze zijn wel voorgesteld, maar er is tot nog toe geen onderzoek gedaan, helaas. Nou, ze zijn dus bezig op dit moment, hè? Nou, ze zijn nog niet bezig, nee. Dat zegt u al heel lang dat ze bezig zijn, maar er is nog geen onderzoeksplan. En er is ook nog geen geld en er is eigenlijk draait er nog niks. Wel, er zijn toch wel dingen gaande al, hoor, echt wel. Maar leggen ze er is nog geen onderzoek. Nee, daar zijn ze aan het opstarten, maar er zijn duidelijk al bepaalde dingen gaande. Wat voor onderzoeken gaan er gebeuren, jongen? Dat is een wetenschappelijk onderzoek die wordt opgestart met verschillende mensen, ook met verschillende klachten. En kijk, maar moet ik objectief blijven, daar ben ik ook helemaal voor. Ik wil ook helemaal niet weten hoe dat onderzoek verder gaat verlopen. Nee, maar kijk, na een aantal maanden. Of de straaltjes? Alles, hoor. Of de, alles, ja. Maar er zijn dus nog geen afspraken over gemaakt. Er zijn ook wel voorstellen gedaan door parapsychologen. Ja, ja. Hè, bijvoorbeeld een simpele test zou zijn dat u een aantal kaartjes krijgt die al of niet zijn ingestraald. En dat u bijvoorbeeld probeert om vast te stellen welke kaartjes zijn ingestraald en welke kaartjes niet zijn ingestraald. Maar zou je dat willen doen? Ik heb er al jaren om gevraagd. Kijk, maar waarom schakelen we dat dan niet even kort? Waarom sluiten we dat niet kort? Ja, maar dat heb ik al zo vaak gevraagd. Ik heb dus ook de Stichting Skepsis al jaren geleden uitgenodigd om volledig aanwezig te willen zijn. En toen kregen ze de mensen niet bij elkaar. Dan zeg ik ja. Ja, maar dat is natuurlijk geen onderzoek. We kunnen wel in de zaal gaan zitten, maar dan, ik heb ook, ben ook wel eens bij u geweest. Dat kan ik wel gewoon observeren, maar dan doe ik nog geen onderzoek natuurlijk. Zou je bang zijn voor zo'n onderzoek? Want dat is een beetje wat ik hier uitproef van Jomanda wil maar niet zeggen van... Natuurlijk wel. Ja, ik wil zelfs naar die stichting toe. Ik denk dat dat niet zo snel gaat, want het zijn natuurlijk, je noemt het niet voor niets wonderen. Ja. En wonderen zijn natuurlijk dingen waar je in moet geloven. Nee, als je een wonder kan bewijzen, is het geen wonder meer. Dus, dat weet ik niet. Kijk, er zijn spirituele operaties waar dus werkelijk dat zichtbaar is. Ook zelfs met die littekens, bedoelt u, zijn al zichtbaar. En dat vind ik ook altijd zo vreemd. Ja, maar waarom? Van de gelegenheid gebruik maken om eens te vragen van, dat zijn toch geesten die opereren? Ja. Snijden die dan echt in het vlees? Gebruiken die dan echte naald en draad, dat er lichttekens moeten ontstaan? Ja, dat zijn de tastbare bewijzen. Kijk, dat is wel vreemd, als die geesten niet tastbaar zijn, dat ze dan wel littekens tastbaar, littekens achterlaten. Kijk, jullie willen onderzoek, jullie willen dat zien, dan wordt het ook gedaan. Maar wel op de manier waarop zij dat wensen. Dus het hoger mag je nooit dwingen. En als dat gebeurt, dan ben ik een hele voorstander van, heb ik altijd al gezegd. Maar voor mij mag voor in de hal een kleedhokje dat iedereen wordt onderzocht.
daarna de healing doet en daarna weer onderzocht op littekens, dan een arts daar direct bij. Nou, foto maken, wat is daar weggehaald? Medische rapporten zouden dus ook al veel doen. Want u zegt altijd dat er toch allerlei wonderen zouden hebben plaatsgevonden. Maar ja, tot nog toe heeft u geen medische rapporten kunnen leveren. Zo, en dat is het probleem. Dat is wel waar. Die heb ik wel. Ik heb een aantal keren heb ik u voor de televisie horen zeggen dat u een blind meisje had genezen. Ja. Zeker Mieke de Katten in België. Ja, dat is ook waar. Een paar maanden geleden heeft u dat gezegd. Het laatst nog weer met professor Smalhout heb ik het nog weer gezien. Ja hoor. Dat geval is dus gecontroleerd door dokter Ewald Verfaat, die daar een artikel over heeft geschreven in ons tijdschrift. Dat dat gecontroleerd is. Ja. En wat kwam daaruit? Wat blijkt, er is geen enkele aanwijzing dat het meisje ooit blind is geweest. Hij heeft gepraat met de onderwijzers van het meisje. Maar het dossier van de arts heeft hij niet gezien. En daar staat het in. Er is geen medisch dossier. Beschikt u over een medisch dossier dat daarvan? Dat meisje heeft het medisch dossier in haar bezit. Maar ik heb begrepen dat die ouders dat eerder. Waarom kan dat dan niet getoond worden? Omdat zij dat niet willen. Ik vind het ook prettig als ze dat wel doet. Maar ik moet wel iedereen in zijn of haar waarde laten. Als zij dat niet wenst, is dat haar beslissing. In dat medisch dossier zou staan dat ze inderdaad blind is geweest. Absoluut. Terwijl niemand er ooit iets van heeft gemerkt. Dat is wel waar. Zelfs je bent ook niet van goed haar ingelicht. Zeggen, dat is zeggen helemaal niet waar. Dat ze blind is geweest. Kijk, nu zijn het weer allemaal leugens. En daar word ik moe van. De ouders van Mieke zeggen van dat ze dat met één niet oog waar. Slechter zou zien. Dat is gewoon niet waar. Met één oog. En dat ze uiteindelijk genezen zou zijn door een Belgische gebedsgenezer. Dat is het verhaal wat Ewald Verfaat van de ouders heeft gehoord. Kijk, kortom, grote twijfel. Maar hier, we hebben geen, ik kan geen bewijzen hier op tafel leggen. Dat nee, dat kan nooit. Dat wat, is wat ik eigenlijk dat wat jij wil weten. Dat jij met bewijzen komen als je wist dat het niet zo was. Hè? Heel simpel. Als hoe bedoel je, wat voor bewijzen dan? Ja, jij het van is mij toch, bewijzen, nee, vraag jou ook bewijzen. Kijk, het is een bewering die je hebt gedaan voor de televisie. Ja, natuurlijk, moet je dan, maar waarheid. Ik als je eerlijkheid. Een bepaalde bewering doet, dan moet je die ook hard kunnen maken. Ja, maar die kan ik hard maken. Maar je moet wel medewerken met arts, van artsen en van de mensen zelf. En die krijg je kennelijk niet. Is er wel eens een moment geweest waarop je twijfelde? Waarop jij met al je scepties twijfelde? Dat je zei van, nou, misschien zou dit toch waar kunnen zijn? Of... Oh, jazeker wel. Er zijn parapsychologische experimenten gedaan die resultaten hebben opgeleverd. Die ik ook niet goed kan verklaren, die tot nog toe onverklaarbaar zijn. Een voorbeeld? Wat? Ja, dat is nogal moeilijk. Het zijn vaak nogal technische experimenten. Mm-hmm. Dus je kun je niet zo even beschrijven. En die effecten zijn ook niet echt zo heel wonderbaarlijk. Het zijn meestal maar hele kleine effecten. Alleen maar statistisch, als je dan precies gaat tellen, dan denk je van, hé, dat is toch wonderbaarlijk. Ja. Maar... Kun jij in alles wat je man doet, want je volgt dat natuurlijk zeer, toch ook nog iets positiefs ontdekken? Ja, zeker wel. Ik denk dat ik zie het eerder in eerste instantie als een religieuze beweging. Een religieuze functie heeft het volgens mij. Ja, kan. Ik denk ook dat mensen daar wel hoop en troost of saamhorigheid, allerlei waarden zie je ook wel die je uitdraagt. En, daar kun jij mee leven? Iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben. En er gebeurt natuurlijk heel veel. Maar ja, wat er allemaal precies gebeurt is nogmaals, dat zijn de verhalen van de mensen zelf. En ik vind het ook altijd heel prettig als die mensen ook eens aan het woord mogen. Dus ook, kijk, in een pers... Je wordt er niet verdrietig van. Ik zie nee, niet verdriet dat nee, op, niet ik respecteer van, zeker dat hij ook aanwezig is. Ja, maar respecteren is allemaal ja, zo keurig. Ja, maar dat dit moet je toch ergens raken? Nou nee, kijk, als je weet dat het waar is, hoef je je ook nooit zorgen te maken. En ik heb altijd zoiets van, ja, het komt toch aan het licht. Dus ik kan alleen maar lachen van binnen in plaats van huilen eigenlijk. Nou, Rob blijft ook een beetje lachen dan. Jawel. Oh, ja. want we moeten het hierbij laten. Ik ben benieuwd hoe het gaat met onze Sander in het videodagboek. Hij doet mee aan het Nederlands kampioenschap wildwaterkanoën. En vandaag bekijkt hij het parcours nog eens met zijn broer voor de laatste keer. Want morgen is de wedstrijd. Ja, morgen de grote dag. En we zullen natuurlijk voor je duimen, Sander. Rob Nannekrijk, dank je wel. Ik hoop dat het onderzoek er toch een keer gaat komen. Ja, want dat lijkt me voor allemaal gewoon heel erg prettig. Heel ook voor zelfs, jou, want jij bent er ook voor. Wij spreken elkaar morgen weer. Want morgen praat ik met je Jomanda over mannen. En we hebben een verrassing voor Jomanda. Dus misschien kijkt u morgen ook weer. Dan weet u wat die verrassing is. Graag na het journaal van 4 uur bij de AVRO op Nederland 1.